Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een hele grote shoplog met allemaal verschillende items. Lofies, Alex Label, Zara, twee paar nieuwe schoenen. Dus ik dacht het is wel heel erg leuk om dat aan jullie te laten zien. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Ik ga beginnen met de Lofies items. En daar heb ik ook een kortingscode van voor jullie. Die is tot en met de 29ste geldig. Dus dat is zaterdag uit mijn hoofd. En met de code FLIR20 krijg je dus 20% korting op je items bij Lofies. Ik heb weer wat dingetjes uitgezocht, dus dat ga ik aan jullie laten zien. Als allereerst deze blouse. Ik vond het wel een heel erg leuk printje voor straks de zomer weer. Met een leuke zwarte broek eronder of zo. Of een zwart rokje of leren broek, weet ik veel. Maar in ieder geval vond ik deze wel echt heel erg leuk. Ze hadden er ook een bijpassende broek bij. Alleen die was helaas uitverkocht. Maar dat leek me ook wel heel erg gaaf als je dit als heel pak aan hebt. Het is dus met een beetje oranje. Ja, het lijkt een beetje op sinaasappels, vind ik. Een beetje sinaasappels. Even kijken, deze heb ik in een XS en was €35. Deze blouse, ik weet niet, hier als ik deze zie, krijg ik echt helemaal zin om op vakantie te gaan. Als je lekker bruin bent en dan lekker zo over het bikini heen laten hangen. Ja, ik vind deze wel echt heel erg leuk. Ik ben ook benieuwd of ze die broek nog op voorraad krijgen. Dan ga ik ook kijken of ik die broek in een XS nog kan bestellen. Want dan heb je gewoon een heel pak. Dat lijkt me ook wel echt heel erg leuk. Dan heb ik een trui uitgekozen die ik al een keertje had, maar ik was hem dus kwijt. Maar ik vind het echt een super lekkere trui. Althans, hij ligt ergens bij Milan thuis volgens mij, maar ik kan hem alleen niet meer vinden. En ik heb deze ook in het beige, maar nu dus ook weer opnieuw in het wit. Het is een beetje zo'n harige trui, zo'n lekkere zachte. Ik vind deze echt heel erg lekker zitten. Hij is ook echt lekker warm voor als het heel erg koud is. Deze heb ik ook in een XS. Hier heb ik het kaartje al eraf gehad, want deze heb ik al aangehad, maar volgens mij is deze €40, dacht ik, bij Lofies. En heb je echt nog in super veel andere kleurtjes. En ja, hij is gewoon echt mega lekker zacht. Dus dat is die. Deze trui is echt één van mijn favorieten. Hij is echt zo intens lekker zacht. Ik hoop dat je dat op camera kunt zien. En ze hebben dus ook nog heel veel andere leuke kleurtjes. Maar ik vind deze witte wel leuk. Ook bijvoorbeeld met deze broek, want die heeft van die witte stiksels. Ik weet niet of je dat op camera goed kunt zien. Maar vind ik ook wel leuk om daarmee te combineren. Dus dat is deze. En deze heb ik in een XS. Dan heb ik een shirtje die ik helaas niet over mijn hoofd heen krijg. Ik weet niet of ik een groot hoofd heb of dat dit shirtje gewoon heel klein valt. Maar het is in ieder geval een panter topje met een soort colletje. Ik vond hem echt heel erg leuk. Want ik dacht misschien bijvoorbeeld dat met een zwarte blazer overheen kan dit wel heel erg leuk zijn. Maar ik krijg hem dus gewoon niet over mijn hoofd heen. En ik krijg het er heel benauwd van als het heel strak zit. Dus ik ga het ook niet verder proberen. Maar hij is wel heel erg leuk. Hij heeft hier aan de zijkant ook een soort ribbeltje. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Maar ik vind het wel echt een heel erg mooi printje ook. En ik heb hem in een XS. Er zit geen prijs op, maar ik denk dat hij rond de €25 of €30 kost bij Lofies. Dus dat is deze. Dan nog een colletje. En hier zit ook een beetje een soort panterprintje in. Alleen iets minder opvallend. Op camera is hij wel echt heel erg glimmend. In het echt valt dat wel mee. Maar het is van dat velvet floor. Dus daarom glimt het nu ietsjes meer. Maar daar zien we wel goed. Maar dit is dus ook een colletje. En deze is eigenlijk helemaal doorschijnend. Alleen door dat rode wat erop zit, een beetje oranje-rood, schijnt hij dus wat minder door. En deze heb ik ook in de maat XS. Deze past wel, gelukkig. Hier zit ook de prijs niet op. Maar ik denk dat deze ook iets van €25 of €30 zou kosten bij Lofies. Dus dat is deze. Deze denk ik me ook wel heel erg leuk met een zwarte blazer eroverheen. Of een zwarte leren broek eronder of zo. Dus dat is die. Zo, ik ben ook echt zo bleek als ik dit ernaast hou. Dan deze van Lofies. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt weet of ik dit bij mezelf vind passen. Ik vind zo'n colletje vaak gewoon niet echt heel erg mooi bij mij staan. Verder vind ik het wel echt een heel erg mooi topje. Ook met dat stofje en zo, hoe dat helemaal lekker zacht aanvoelt. Maar verder weet ik niet echt of dit helemaal mijn ding is en of ik dit veel ga dragen. Ik denk dat dit bij Dagmar bijvoorbeeld leuker zal staan. Maar in ieder geval deze. En dan als laatste van Lofies heb ik een jas uitgekozen. Ik zal wel eventjes hier een foto in beeld zetten waar ik hem aan heb. Dan kan je het wat beter zien. Want ik denk dat het op de aanbeelden ook lastig te zien is om heel deze jas in beeld te krijgen. Maar het is in ieder geval een super lange, grote, dikke jas. Van binnen is die lekker gevoerd met een soort wol zo, denk ik. Ik weet niet echt wat het is. Hij geeft wel een beetje af. Vooral als je een zwarte trui en een zwarte broek aan hebt, geeft hij best wel af. En verder is het een beetje een cognackleurige jas van Suède. Maar op de foto zou je het wel wat beter zien. Ik heb deze in een maatje XS. Hij valt wel echt heel groot. En volgens mij uit mijn hoofd kost deze
80 of 100 euro, geloof ik. Maar met de code FLIRT20 krijg je dus 20% korting. Dus dat is die. Dan deze teddyjas. Je ziet het nu niet heel erg goed op camera. Maar ik heb natuurlijk al een foto aan je laten zien. Maar ik dacht, ik trek hem nog eventjes aan. De mouwen zijn wel een beetje lang. Hij valt dus wel echt groot voor een XS. Dus twijfel je nou over een kleine of groot, zou ik sowieso de iets kleinere denk ik aanraden. Maar dat is deze lekkere teddyjas. En dat waren ook gelijk alle items van Lovies. Ik ga wel gelijk verder met Alex de Leeuw, want dat heb ik nu ook aan. En dat is allereerst deze sweater. Een witte met een zwarte opdruk erop. En dan met rode letters staat er de label. En hier groot achter staat Alex. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb hem in een maatje S, zodat hij lekker een beetje oversized valt. En ik draag hem bijvoorbeeld nu met een zwarte leren broek. Daar vind ik hem wel heel erg leuk mee. Dus dat is deze. En deze is volgens mij 110 euro. Oké, deze trui had ik natuurlijk al een beetje laten zien. Maar zo zie je hem nog eventjes iets beter hoe die valt. Ik heb hem een klein beetje naar binnen geslagen. Omdat ik hem anders een beetje vind hangen. Dus zo vind ik hem altijd wat leuker. En van de achterkant is die gewoon helemaal wit. Dus dat is deze sweater. Dan heb ik bij Alex Leeuwen nog een trui. Deze heb ik zelf gekocht. Deze heb ik gekregen. Deze heb ik zelf gekocht in de sale. Die was nu afgeprijsd naar 60 euro. En dat is een zwarte sweater. Altijd als ik zwart laat zien op deze camera, stelt hij niet echt lekker scherp. Maar goed, hier in het hoekje staat dus Alex. En op de rug heb je dit helemaal staan. Vind ik echt heel erg leuk. Deze heb ik in een maatje XS en deze is in een S. Maar ook deze zit heel erg leuk. En deze heb ik ook toen voor Shanna gekocht voor de kerst. En zij vindt hem ook heel erg leuk. Dus echt een aanrader. Hij is volgens mij nog steeds in de sale op de site. Nu zelfs voor 50 euro. Ik zal alle linkjes en zo wel in de beschrijving zetten. Ook van deze trui. Dus dat is die. Dan deze. En bij deze vind ik vooral de achterkant echt heel erg leuk. Met die Alex label opdruk erop. Ik weet niet. Ik vind Alex sowieso wel echt een heel erg leuk merkje. Vaak is het wel wat prijziger. En deze was natuurlijk in de sale. Dus dat is leuk meegenomen. Als je hem lekker met korting kan kopen. Tip. Bij de Bijenkorf heb je dus ook nog heel erg veel dingen van Alex de Label in de sale. Maar op hun eigen website eigenlijk ook wel. Dus dat is deze. En dan heb ik van hun nog iets gekregen. En dat is dit zwarte colletje. Die vind ik ook echt heel erg leuk. En dan staat hier gewoon heel subtiel Alex de Label op. En dit is een heel klein colletje. Een beetje zo'n turtlenekje vind ik wel leuk. En dan gewoon lange mouwen. Verder is het gewoon een hele simpele longsleeve met een beetje een soort ribbelstofje erin. Ik weet niet of je dat goed kan zien, maar dat is dus die. En deze heb ik ook in een maatje S. En deze uit mijn hoofd 70 of 80 euro. Dus dat is die. Dit is die longsleeve. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. Hij is wel een beetje aan de lange kant. Dus ik heb hem nu in mijn broek gedaan. Maar dat komt denk ik ook omdat het een S'je is. Normaal draag ik eigenlijk altijd XS. Maar ja, ik vind het wel heel erg mooi dat het gewoon heel erg simpel hier en subtiel Alex de Label staat. Heel klein colletje, dat vind ik altijd mooier dan dat hij echt helemaal tot hier zit. En bijvoorbeeld met een leuke blazer overheen vind ik dit wel heel erg leuk. Verder is het gewoon een hele simpele longsleeve, dus dat is deze. Dan heb ik een paar schoenen gekocht al een tijdje geleden. En je hebt hem ook al in de Italië vlog volgens mij kunnen zien. Maar dat zijn deze New Balance. En ik krijg heel veel de vraag in mijn DM van mensen waar ik ze heb gekocht en welke die precies zijn. Dus dat ga ik jullie nu vertellen. Maar het zijn dus de New Balance, de 530. Je hebt dus bij New Balance verschillende cijfers. En dat zijn dus de verschillende modellen. En dit is dus de 530, zoals je hier kunt zien. En ik heb ze dus in het lichtblauw met een beetje zilver. Je hebt ze dus bij de Foot Locker. Had je deze. Alleen ze zijn gewoon altijd uitverkocht. Je had ze ook bij Zalando. Dat is gewoon bij best wel veel schoenenwinkels. Ik heb ze via Vinted van iemand gekocht. Die had ze in de verkeerde maat gekocht. Alles zat er ook nog bij. Ze had ze ook nog met gedragen kaartjes zaten er nog aan. Dus nieuw vetertjes nog erbij. Dus daar had ik echt super veel geluk mee. Oh my god, ik zie nu dat die vis is. Dus daar had ik echt heel erg veel geluk mee. Het is ook niet, ik moet eerlijk zeggen dat het ook niet mijn goede maat is. Het is namelijk maat 37. En ik heb van mezelf 36. Maar ik kon ze gewoon nergens in de 36 vinden. En ze staan er wel onbekend dat ze een half maatje kleiner vallen. Dus ik dacht, nou, het moet op zich wel passen. En ze zitten echt heel erg prima. Dus hier ben ik echt super blij mee. Ik heb ze wel al best wel vaak gedragen. Maar je ziet het gewoon echt nergens aan. Ze zien er gewoon echt nog gloednieuw uit. Dus hier ben ik echt super blij mee. En dit zijn dus de New Balance 530 in de lichtblauwe met zilver kleur. Je hebt ze ook nog met oranje. Die wilde ik ook eerst heel graag. Maar echt nergens te vinden gewoon meer. En je hebt ze met donkerblauw, je hebt ze met goud, je hebt ze met alleen zilver. Maar ik vond ze met lichtblauw wel heel erg leuk. Dus dat zijn deze. Die heb ik 2-3 weekjes geleden gekocht ongeveer. En hier heb ik 120 euro voor betaald. En dat is wel gewoon een normale prijs op
Zalando waren ze volgens mij ook 110 of 120. Dus als je van iemand kan overkopen voor 120 is dat wel een goede deal. Dus ik zou zeker aanraden om op Vinted of zo te kijken als je hier naar op zoek bent. Dan heb ik nog een paar schoenen gekocht. En die heb ik dus in Milaan gekocht. Die heb ik ook wel al laten zien. Een beetje volgens mij, maar ik dacht, ik ben er zo blij mee. Ik wil ze ook nog eventjes in deze video laten zien. En dat is een paar Uggs. Uggs is echt weer helemaal terug aan het komen. En daar ben ik echt achterlijk blij mee. Want ze zijn zo lekker. Ik heb ze denk ik echt tot nu toe bijna iedere dag wel aangehad. Ik had vroeger al een paar Uggs. Toen vond ik Uggs al helemaal het einde. Maar nu ze weer terugkomen ben ik nog blijer. Ik heb namelijk deze. Op camera zie je de kleur wel goed eigenlijk een keertje. Het is een beetje een lichtgroene kaki kleur. Ik heb ze in een maatje 36. En dit zijn de ultra minis. Je hebt dus nog verschillende hoogtes. Maar ik heb dus de allerlaatste genomen. Dat vond ik wel heel erg leuk. En je zou je nog verbazen met hoeveel dingen je dit leuk kan combineren. Want dit zit echt, het zit heel lekker. En ik vind het ook nog best wel leuk staan eigenlijk. Dus ik heb deze in een maatje 36. Dat is dus gewoon mijn eigen maat. En ze zit echt perfect. Ik vind het ook leuk dat die achterkant een iets bruiner kleurtje heeft. Vroeger was het volgens mij anders. Was dit plaatje was lichter. Maar ik vind het ook wel echt een heel erg leuk kleurtje. Je ziet ze niet heel erg vaak voorbij komen. Vaak zie je gewoon die standaard kleur, die achterste kleur. Dus ik vind deze ook wel heel erg leuk. Deze heb ik dus in Milaan gekocht. Even kijken of er een kleur op staat. Nee, er staat alleen Classic Ultra Mini. Maar ik zal wel eventjes een linkje van de Bijenkorf in de beschrijving zetten. Want je hebt ze dus ook bij de Bijenkorf. En daar zijn ze nu volgens mij met 50 euro korting. Want normaal zijn ze volgens mij, ik heb er 170 voor betaald. En volgens mij zijn ze bij de Bijenkorf nu voor 120 deze kleur. Dus ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten. Ik zou wel je eigen maat adviseren. Want dat heb ik ook gewoon. En die zitten gewoon echt prima. Dus dat zijn mijn nieuwe Uggs. Volgens mij ga ik er echt super snel doorheen. Want ik heb nu alleen nog maar de Zara over. Maar goed, ik ga even beginnen met deze twee mutsen. Ik heb namelijk twee nieuwe mutsen bij de Zara gekocht. Al mijn mutsen komen eigenlijk van de Zara. Ik heb er nu 6. En ik vind ze echt super chill zitten. Mensen vragen ook wel eens waar ik ze vandaan hou. Maar altijd van de Zara zijn ze echt maar 12 euro. Ik heb allereerst een simpele witte. Want die had ik nog niet. Dus ik dacht dat is altijd wel handig. Gewoon een basic kleurtje. Net zoals de zwarte, dacht ik ook altijd handig. Dus dat zijn die. En die zijn dus 12 of 13 euro bij de Zara. En ze hebben echt super veel kleurtjes. Ik heb er daar ook twee liggen. Een bruine en een beige. En ik heb nog een roze en een blauwe. En dan nu ook nog deze. Dus dat zijn die van de Zara. En ze zijn echt super lekker zacht. En het model vind ik gewoon heel erg mooi. Dan heb ik nog twee accessoires dingetjes bij de Zara gekocht. Allereerst in de sale. Een riempje. Want ik zag het toen laatst bij Zoe voorbij komen dat ze dat onder blazer had gedaan. Vond ik zo leuk. En toen zag ik deze voor nog maar 10 euro in de sale bij de Zara. En toen dacht ik, ja, jou ga ik gewoon bestellen. Ik weet niet, ik vind het wel heel erg mooi dat het alleen maar helemaal met goud is afgewerkt. En verder geen leer of zo. Hij heeft een soort twee oogjes. En dan kan je hem gewoon zo loshalen. En verder zit hij met twee van die beetje elastiekachtige banden. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Die was nog maar 10 euro. En ik heb hem volgens mij in de omvangmaat 80. Ik moet wel zeggen dat die nog best wel groot is. Maar dat is dus de kleinste maat die ze hebben. Dus ja, die. Dan een paar oorbellen. Die ik had gezien bij Stacey op Insta. Die vond ik echt zo intens leuk. En toen zag ik ze voorbij komen op de Zara. Dus ik dacht, ik moet deze echt hebben. En dat zijn deze lange oorbellen. Ik vind sowieso van die lange oorbellen laatste tijd echt super leuk. Als je bijvoorbeeld zo'n staart in hebt. Nou, nu zit mijn staart niet echt heel leuk. Maar stel je even een mooie staart in of een mooie knot. Of gewoon met los haar kant ook. En dan van die lange oorbellen. Vind ik echt heel erg leuk. Deze zijn dus met zilveren steentjes. En dan met gouden sliertjes. Zodat je ze ook gewoon met zilver en goud kan dragen. Heel erg blij mee. Originele prijs waren deze 13 euro. Maar in de sale heb ik er volgens mij 8 of 10 euro voor betaald. Dus dat is ook echt geen geld. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Maar ik heb wel echt een herrie te doen. Oké. Dan heb ik nog 3 items van de Zara. En dan is dat het alweer voor deze video. Als allereerst heb ik deze trui. Deze vind ik echt super leuk. Ik denk dat heel veel mensen hem best wel hysterisch vinden. Want hij heeft natuurlijk best wel veel kleurtjes. Rood, paars en dan een beetje beige crème. Maar ik vind deze wel echt heel erg leuk. Ik heb deze ook in de sale gekocht. Ik heb hem al aangehad. Ik heb hem in een maatje S. En volgens mij was die eerst oorspronkelijk iets van 40 euro. En heb ik hem in de sale voor 25 euro kunnen kopen. Dus vind ik echt heel erg leuk. Deze vind ik ook weer leuk om dat te combineren met die witte muts. En dan een zwarte leren jas eroverheen ofzo. Dat had ik ook aan in de Italië vlog. Als je het wil zien. Maar deze vind ik dus echt heel erg leuk. En heb ik in een maatje
S. Deze is trouwens echt, echt mijn favoriet. Ik vind deze zo leuk met dat paars en dat rode en dan weer een beetje dat beige. Ook op een zwarte broek vind ik hem heel erg leuk. Maar bijvoorbeeld ook straks als het weer wat warmer wordt met een leuk rokje of een leuk leerkort broekje of zo, is dit ook wel echt heel erg leuk. Ik zou proberen hem te zoeken op de Zara site. Ik hoop dat hij er nog is, want hij was natuurlijk wel in de sale. Maar ja, ik vind deze echt heel erg leuk. Ik vind het model ook leuk dat die mouwen wat wijder zijn. En dat die trui ietsjes korter is. Dan is er van de week een Zara pakketje binnengekomen. En ik twijfel nog een beetje of ik dit ga houden, ja of nee. Maar ik zag dit dus op TikTok bij een meisje voorbij komen. En toen dacht ik echt, oh my god, echt een superleuke, een beetje Ibiza-achtige jas. En dat is deze. Het is niet echt een jas voor in de winter, maar het is meer voor lente. En dan een leuk shortje eronder, een paar cowboylaarzen. Ik zag het helemaal voor me. Alleen in het echt vind ik het printje iets minder. Een beetje oudbollig of zo. Dus ik moet nog even kijken of ik deze hou. Ik weet het nog niet zo goed. Hij was in ieder geval, eerst was hij €60. En nu in de sale was hij nog maar €30. En ik heb hem in maatje S genomen. Want ze hadden geen andere maat meer. Was de enige die ze nog hadden. Dus hij valt wel lekker oversized. En op zich vind ik hem wel leuk. En ik denk, als je met bijvoorbeeld zwarte laarsjes en een zwart leerbroekje combineert. En een gave tas. Dat je hem wel ietsje stoerder kan maken. En iets minder oudbollig. Dus ik denk dat ik hem wel gewoon hou. Maar dat is dus in ieder geval dit jasje van de Zara. Dit is het jasje. Zo vind ik hem op zich ook nog wel grappig. Maar ik denk dat ik hem het leukst vind in de zomer. Met een leerbroekje en dan leren laarsjes eronder. Om hem ietsjes stoerder te maken. En een leuk t-shirtje of zo eronder. Ik denk dat ik hem wel ga houden. Ik denk dat ik hem op zich wel leuk vind. Ik weet niet. Laat even in de reacties weten wat jullie ervan vinden. Hij heeft trouwens ook nog twee grote zakken hier. Ja, ik denk dat ik hem wel leuk vind. En dan als laatste, deze heb ik nog niet eens opengemaakt. Echt erg. Is een jurkje ook van de zomer. Deze leek me ook weer heel erg leuk. Voor van de zomer. Met een paar koude laarsjes eronder. Leuke tas. Ja, ik weet niet. Ik had het zacht helemaal voor me. Oh, dit is een heel gek kaartje. Van de Zara. Nou, het is in ieder geval een XS. En volgens mij heb ik hier nu iets van €16 voor betaald. Dat was ook in de sale. En dat is een soort van blousejurkje. Maar hier aan de bovenkant heeft hij dus allemaal van dat kant zitten. Ja, ik vind het echt heel erg leuk om hem dan een beetje open te laten. En verder is het gewoon een heel simpel jurkje. Hij heeft ook een beetje van die ballonmoutjes, wat ik wel heel erg leuk vind. Kun je ook leuk combineren met bijvoorbeeld een leerjasje eroverheen om het iets stoerder te maken. Maar dat is deze. Ik hoop dat hij leuk staat, want ik heb hem dus nog niet gepast. En deze heb ik in een maatje XS en was ook uit de Zara sale. En dit is dat witte jurkje. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ook door dat kant hier en zo. Ik zou hem dan denk ik een beetje zo strijken, zodat hij een beetje open blijft staan. Leuk leerjasje eroverheen, cowboylaarsjes eronder. Dit kan je natuurlijk ook nog een beetje zo opstropen of losmaken. Ja, deze vind ik ook echt heel erg leuk. Er komt dus van de week nog een pakketje binnen van Stronger en van de H&M. Alleen, ik ga weer beginnen met weekvloggen. Dus ik denk dat ik dat gewoon lekker in de weekvlog ga laten zien. De afgelopen week zijn er natuurlijk eventjes geen weekvlogs online gekomen. Maar ik heb eigenlijk wel weer zin om te weekvloggen. Dus dat ga ik vanaf vandaag weer gewoon doen. Zodat er vanaf volgende week weer een weekvlog voor jullie online komt. Dus dit is eventjes de laatste gekke video op de dinsdag. Ja, dit was eigenlijk alles alweer wat ik de afgelopen tijd gekocht heb en gekregen heb. De Lovies kortingscode staat in de beschrijving. En alle linkjes zal ik ook in de beschrijving zetten. Heb je nou nog leuke ideetjes voor andere extra video's? Ik ben binnenkort jarig, dus daar wil ik eigenlijk een aparte leuke video van maken. Ik heb al een heel idee in mijn hoofd. Dus dat ga ik denk ik doen. En we gaan een weekendje weg met die meiden. Dus dat lijkt me ook wel leuk om daar een aparte video van te maken. Maar heb je nou nog andere leuke ideetjes? Laat het dan eventjes weten in de reacties. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie snel.